Laura De Loze, we staan hier na de match in Sint-Truiden, België tegen Noorwegen. Jouw debuut bij de Belgian Red Flames. Hoe is het gelopen voor jou? Hoe ging het? In het begin had ik wel heel veel stress om aan die match te beginnen. En ook al voordat de match, aan de eerste training van vanmorgen en zo. Mm-hmm. Maar achteraf gezien viel dat eigenlijk heel goed mee. En heel de ploeg is er echt om je te steunen en zo. Dus dat was wel goed. Je stond op de linksachter, niet meteen een gewone plaats voor jou? Nee, het was iets anders dan op Anderlig, maar het viel nog goed mee, ook al was het tegen mijn voet. Het was beter meegevallen dan gedacht. Je stond ook meteen tegen de oudste en meest ervaren speler van Noorwegen, Gulbrandsen. Iemand die Olympische Spelen ook heeft te spelen en zo. Oh, geen idee, ik ken daar niemand van, dus ja, dat zou kunnen. Ja. Ja. Je hebt gewoon je best gedaan en ook een goede actie in de eerste helft, denk ik, dat je iemand uitschakelde. En applaus bij het publiek en zo. Ja, dat was in de eerste helft. Dat was ook onverwacht van mezelf. Ik wist ook zelf niet wat ik deed en al. Maar dan kwam daar toch nog een voorzet uit. Spijt dat er niks meer uitgekomen was. Maar mooi, ik ben blij voor mijn match. Dus. Ja. Het is een mooi begin voor jou bij een nationaal ploeg. Hè? Ja, inderdaad. Het kan niet schoner zijn. Oké. Okay. Veel succes nog. Dankjewel. Merci. Dank u. Dag.